Het afsteken van vuurwerk, nog altijd een mooie traditie wat hoort bij de jaarwisseling. Toch wordt er hiervan jaarlijks nog veel overlast ondervonden. Aan openbare ruimte wordt vaak onnodige schade aangericht en er ontstaan gevaarlijke situaties. Vorig jaar bedroeg de schade 43.000 euro. En ook dit jaar is er wederom schade ondervonden. Door brand is bijvoorbeeld het honk van de volkstuinvereniging bij de Oosterplas verwoest. Nou, hoe dat precies is gegaan, dat is mij niet bekend. Maar het is in ieder geval wel bekend dat door vuurwerk er brand is geweest daar in dat honk. En ja, dat is natuurlijk weer een schadepost waarvan ik ook nog niet weet hoe groot die gaat zijn. Maar wat wij graag toch wel helder willen hebben is hoe groot is die schade en wie gaat deze keer weer de schade betalen. VVD Den Bosch wil niet dat de Bossche bevolking hiervoor moet opdraaien, maar wil dat de veroorzakers deze kosten zelf gaan vergoeden. Nou ja, het zou natuurlijk mooi zijn, en dat is ook het streven van de portefeuillehouder, de heer Rombouts, om de schade neer te leggen bij degene die hem ook veroorzaakt. Maar het blijkt gewoon erg lastig om uit te zoeken wie de daders zijn en bewijsmateriaal ontbreekt vaak. Wat je dus ziet in Overijssel en in Gelderland is dat de politiekorpsen met elkaar zijn gaan samenspannen. Want het is natuurlijk grensoverschrijdend het probleem. Zowel stadsoverschrijdend die grens, maar ook provincieoverschrijdend. Dus het is een goede zaak dat men met elkaar samen gaat werken, dat men elkaar de ervaringen deelt. En vooral niet zelf het heel uit gaan vinden en proberen om juist door die grensoverschrijdende acties en samenwerkingsverbanden om een beter grip te krijgen op dit vuurwerkprobleem. De partij heeft daarom een vijftal vragen ingediend. Het college zal zich hier de komende weken over gaan buigen.